Het is dan wel maar een oefening. Maar als de brandweer met loeiende sirenes en Neil de Stroodim komt gereden, maakt dat bij de buurtbewoners toch wel indruk. Je schrikt zich toch even goed. Die staan even goed raas, al is het dan maar een oefening. Deze oefening donderdagavond in Neil is dan ook een bijzondere. Normaal gesproken oefent de brandweer op plaatsen waar op dat moment niet veel mensen aanwezig zijn. Maar bij deze oefening in het Brikkenhoes in Neil zijn de bewoners gewoon toes. We hebben de bewoners en andere mensen in de gemeente Rumeng uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. Zodat we enerzijds de preventieve boodschap kunnen geven. Dus we geven de mensen tips en trucs om een woning brandveiliger te maken. En aan de andere kant kennen ze zien en ervaren wie dat nu in zijn werk gaat als er dan toch brand uitbreekt en als de brandweer dus echt ter plaatse moet komen. Een oefening van de brandweer is dan ook spectaculair. Zo wordt de hal gevuld met rook. Dit is echter maar oefenrook dat niet gevaarlijk is voor de mensen. Het is natuurlijk heel anders als er daadwerkelijk brand uitbreekt. Het is een van de dingen waar de brandweer de bewoners op wies. Net hebben de mensen ook kunnen ervaren hoe lang het echt duurt voordat de brandweer ter plaatse is. En het zien toch een aantal minuten. En zien ze toch op zichzelf aangewezen. Dus ze moeten veilige woning bijvoorbeeld kunnen verlaten. En ja, daarvoor hebben we de mensen net ook een paar tips gegeven van wie ze dat het beste kunnen doen. En wie ze bijvoorbeeld gealarmeerd weer door een rookmelder als ze slopen. Dat dat toch heel belangrijk is. Ik woon hier pas 2 jaar in, ja. Dus mijn veld nog heel goed hier. Dus, Gelukkig nog nooit gaat gebeurd. Nee, afkloppen. Ik vind het wel opnieuw terug, het belangrijk voor ons. Ja, zeker ja. Belangrijk. Want ik woon hier beneden. Als er iets gebeurt, kan ik gelijk eruit. Ze doen alsof het een echte inzet is. Er staat geen rook in het pand en we zien geen vlammen. Er komen slachtoffers naar boeten, dus voor de brandweer is dat ook gewoon een serieuze oefening. Ja. Geet het goed?